Het is een gure start van deze nieuwe werkweek. Er vallen winterse buien en het is zo'n 6 graden. Het is druk op de wegen in de Randstad, met name op de A4 richting Amsterdam. Grote chaos door verkeerssignalering die defect is. Dit is het TV West ochtendnieuws van maandag 5 december. Goedemorgen. Straks de familie van de verdwenen Jair Soares wil verder onderzoek. Maar eerst een grote brand in een vuurwerkopslag. Een grote brand heeft gisteravond een loods van een bedrijf in Nieuwveen verwoest. Tijdens de brand vond een aantal explosies plaats. In de loods bleek siervuurwerk te liggen. Hoeveel vuurwerk er lag is nog niet bekend en ook kon de brandweer nog niet zeggen of het bestemd was voor verkoop. De brandweer besloot de loods gecontroleerd uit te laten branden omdat het vuur zo fel was. De brandweer in Nieuwveen kreeg hulp van collega's uit de omgeving bij het bestrijden van de brand. En we praten verder over de brand met onze verslaggever Anita Jansen. Die is momenteel in Nieuwveen. Anita, is het weer helemaal rustig daar momenteel? Ja, het is zeker rustig. Toen wij vanmorgen aankwamen, toen is de brand hier net vertrokken. Er staat nog wel een politieauto achter me en die gaan verder met het onderzoek zodra het helemaal licht is. Nou, zoals je kan zien hier achter mij, er is werkelijk helemaal niks van die loods over. Ja, Anita, er wordt gesproken van vuurwerk wat opgeslagen lag in die loods. Is er inmiddels al meer duidelijk over wat er nu precies in die loods aanwezig was? Ja, ik kwam net de broer van de eigenaar tegen. De eigenaar is de firma Spelt. En die vertelde mij dat deze broer zijn loods heeft verhuurd. Dus die weet niet precies wat er in die containers die hier achter mij stonden opgeslagen was. Ja, nu was het een grote uitslaande brand. We zien ook de schade achter jou. Is het beperkt gebleven tot deze ene schuur? Het is beperkt gebleven tot deze ene schuur. Hiernaast ligt wel een boerderij en het toeval wil dat daar een paar maanden geleden ook een brand is geweest. Maar dat moet de brandweer en de politie natuurlijk nog uitzoeken of dat iets met elkaar te maken heeft. Waarschijnlijk niet, omdat het toen sprake was van een vuurbrander. En daar is het riet in de brand gevlogen en hier heeft het waarschijnlijk een hele andere oorzaak. Dankjewel Anita Jansen vanuit Nieuwveen. Op de A4 bij Leidschendam is gisteren een automobilist uit Dinteloord om het leven gekomen. Een bestelwagen botste door nog onbekende oorzaak op een andere auto. Volgens getuigen reed de bestuurder van de bestelauto vlak voor het ongeluk slingerend over de weg. De auto botste tegen de vangrail, de bestelwagen sloeg over de kop en kwam in de berm terecht. De bestuurder van de bestelauto is daarbij uit de auto geslingerd en in de sloot terechtgekomen. Getuigen hebben de man uit de sloot gehaald en getracht te reanimeren. Dat is niet gelukt. De man is overleden en de twee inzittenden van de grijze auto die zijn met de schrik vrijgekomen en zitten nu op het politiebureau in Waddinxveen. Twee mannen verkleed als Zwarte Piet hebben zaterdag in Leiden een pakketbezorger overvallen. Een van de daders bedreigde de bezorger met een vuurwapen. De 23-jarige man was 's ochtends met zijn busje aan het werk in de Surinamestraat in Leiden. Toen er een Zwarte Piet bij hem in de auto stapte en hem bedreigde met een vuurwapen. Hij moest gaan rijden en ze werden gevolgd door een grijze Peugeot 206. Op de Admiraal Bankertweg moest de man stoppen en laadde de Pieten de wagen uit. Ja, er kwam een agent aanbellen en die vroeg of wij een Zwarte Piet hadden zien langslopen. Op 3 december. Op 3 december, dus ik altijd zoiets, nou, dat moet een grapje zijn. Ik vond het een beetje grappig, ik nam hem niet serieus. Ik heb dus ook gehoord dat er een Zwarte Piet in de buurt rondliep en die zich verdacht gedroeg. Maar het was geen grap. En volgens de politie hebben de mannen er ook goed over nagedacht om zich als Zwarte Piet te verkleden. Voor het onderzoek werd er diezelfde dag ook nog een helikopter ingezet. Maar van de daders geen spoor. Ja, ik vind het vertrouwen in de mens wordt zodanig geschaad. Want ja, wie vertrouw je nu nog? Zelfs Zwarte Piet kan je niet meer vertrouwen. Dan weet ik zeker dat dat geen echte Piet was, want die stelen niet. Die brengen alleen maar dingen weg juist, die geven cadeautjes. Dus het was een namaakpiet. Ja, zie de dader dan maar te vinden. De lekkage in het Haga ziekenhuis en de daaropvolgende sluiting van de intensive care zorgt voor veel overlast.
Vandaag wordt duidelijk of er een tijdelijke IC-afdeling komt in het Haagse ziekenhuis. Het Haga ziekenhuis wil de intensive care tijdelijk verplaatsen naar een andere ruimte in het gebouw. Vrijdagnacht werd de afdeling hals over kop gesloten na een lekkage en blijft zeker nog 2 weken dicht. De 16 patiënten die er lagen zijn verplaatst naar andere afdelingen of ziekenhuizen ergens anders in Nederland. Om de tijdelijke intensive care in te richten worden de operaties van vandaag uitgesteld. De Koningin Julianabrug in Alphen aan de Rijn is er ernstiger aan toe dan gedacht. De brug wordt momenteel gerepareerd bij Hollandia in Krimp aan de IJssel. De scharnieren zijn zo zwaar verroest dat ze volledig vervangen moeten worden. En ook het beton is aangetast. Of de Koningin Julianabrug door deze tegenvallers langer in reparatie moet blijven, is onduidelijk. Begin november werd de Alphense brug gesloten. Toen bleek dat hij door roest op instorten stond. De verdwijning van Jair Soares is sinds vorige week weer volop in het nieuws. Het Rotterdamse jongetje verdween op 4 augustus 1995 tijdens een dagje op het strand in Monster. De zaak is nooit opgelost, maar werd vorige week wel heropend, tot opluchting van de familie. Woensdag werd om te beginnen het hele duingebied bij de strandopgang aan de Molenslag in Monster onderzocht. De advocaat is daar blij mee, maar hoopt dat de politie zich ook snel richt op andere aanwijzingen. Waar het ons om te doen is geweest, is dat een tijd terug het dossier is geanalyseerd door ons nadat we het hebben opgevraagd en door een oud rechercheur. En daar bleek dat in het dossier informatie zat die nooit eerder gebruikt was. Bijvoorbeeld een signalement van een man die vlak na de vermissing met een donker jongetje het strand af was gelopen. Het signalement van deze eventuele dader heeft geleid tot tips en zelfs een persoon die bij de omschrijving past. Door druk van advocaat en media heeft de politie Haaglanden een nieuw team van 8 rechercheurs opgezet dat zich met het onderzoek bezighoudt. De familie wil na 16 jaar heel graag duidelijkheid. Is er zelfs misschien nog een klein beetje hoop dat hij in leven zou kunnen zijn? Je kan nooit dingen uitsluiten, maar men wil gewoon weten wat er gebeurt. Dus dat is het allerbelangrijkste. De zoektocht afgelopen woensdag heeft helaas niets opgeleverd. Dan gaan we naar sport. Zwemmer Nick Driebergen heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. De Rijnsburger toonde tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen vormbehoud op de 100 meter rugslag en mag daardoor volgend jaar in actie komen tijdens de Spelen in Londen. En ook Femke Heemskerk toonde vormbehoud tijdens het Open NK. De zwemster uit Roelofarendsveen deed dat op de 100 meter vrije slag, maar is nog niet helemaal zeker van de Spelen. En dan de ochtendkranten van vandaag. AD Haagse Krant schrijft dat veel Hagenaars hun baan dreigen kwijt te raken. Ruim een kwart van de bedrijven in Den Haag en omgeving verwacht snel personeel te moeten lozen. Zo blijkt uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel. In alle sectoren wordt een enorme daling in het personeelsbestand verwacht. Maar vooral voor het vervoer en communicatie ziet het er somber uit. Dan de Volkskrant. Die krant schrijft dat Leidse archeologen meedoen aan een nogal ongemakkelijk onderzoek naar een van de zwartste bladzijden uit de Europese geschiedenis. Ze gaan het spoor terugvolgen van Afrikaanse slaven die naar Amerika werden verscheept. DNA-analyse van opgegraven botten moet de hiaten dichten in de kennis over de transatlantische slavenhandel. En veel voetbalsupporters laten het EK voetbal van komende zomer aan zich voorbij gaan, schrijft de Telegraaf. Naast de lange reis en het gebrek aan hotelkamers in de Oekraïense speelstad Kharkov schrikken de Oranjefans vooral van de torenhoge kosten. Ook de Oranjecamping is geen goedkope plek. Dit komt door de geïsoleerde ligging van Kharkov. Dan gaan we naar het weer. Het is 5 december en dus Huub Mizee. Met welk weer moet de Sint rekening houden vandaag? Nou, het wordt eerlijk gezegd net zo'n weer als in de Sinterklaasliedjes. Het is dus sterk wisselvallig met enkele buien vandaag. Daar kan mogelijk onweer of hagel bij zitten. En er komt natuurlijk ook wel af en toe wat zon. Maar voor de rest is er vrij veel wind. De west-uitwestenwind die is matig tot vrij krachtig, maar aan de kust krachtig tot hard. En de maximumtemperatuur die wordt ongeveer 7 graden. Dankjewel Huub. Dan gaan we naar de verkeersinformatie en dan richten we ons met name op de A4, waar het de hele ochtend al een chaos is in de richting van Amsterdam. Een file inmiddels van 20 kilometer. We gaan daarover praten met Frank de Boer van de Verkeersinformatiedienst. Grote problemen daar, Frank. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Goedemorgen. Ja, wat is er aan de hand? Er gebeurde een ongeval vanochtend vroeg, rond 5:15 ging het daarom mis. En toen kwam er een rood kruis boven de linkerrijstrook te staan. Die krijgen ze nu helaas niet meer af.
En nou gaat het verhaal dat er een tweede Rode Kruis staat. Dat staat er ook, maar die staat eigenlijk boven een werkvak. En dat is een extra rijstrook die nog aangelegd wordt. Die sowieso nog niet beschikbaar was. Maar voor de duidelijkheid hebben ze daar ook een Rood Kruis boven gezet. Dus het lijkt, mensen gaan ontzettend op de remmen. Twee Rode Kruisen schrikt iedereen van. En dat levert heel veel vertraging op. 20 kilometer file en ruim een uur vertraging tussen van Den Haag naar Burgerveen, zeg maar. Hoe lang gaat dat nog duren voor de mensen die nog die kant op willen? Ja, dat is volledig de vraag. Er is iemand van ons ter plaatse daar. En de monteur van Rijkswaterstaat die de storing moet gaan verhelpen, is daar nog niet. Nou, voordat die er is, en dan moet hij nog gaan werken. Dus het is lastig om daar een tijd aan te plakken. Maar dat gaat nog wel even duren. Ik denk nog wel de hele ochtend spitsen. En dat we er nog heel lang heel veel hinder van gaan ondervinden. Frank Boer, dankjewel. Er zijn nog meer files, onder andere ook door die chaos op de A4. Veel vertraging op de aansluitende N11. Verder is het ook de hele ochtend al bijzonder druk op de A12. Den Haag richting Utrecht, dat komt door eerdere ongevallen. En ook de andere kant op voor het Malieveld op die A12 is het druk. En ook op de A13 van Rotterdam richting Rijswijk een lange file. En tot zover het TV West ochtendnieuws. Meer is te vinden op onze website en natuurlijk ook op 89.3 Radio West. Eens kijken of Sander Otters nog wakker is deze ochtend. Jawel. Samen met Willem van Zuilen van de Sport zit hij daar. En hij gaat het komend uur onder andere hebben over Sinterklaas. Want we zijn te gast bij school in Waalbrugge en de Sint is daar ook. Het TV West ochtendnieuws is er over een paar minuten weer. Met dan onder meer een grote brand in een loods met vuurwerk in Nieuwveen. En chaos in de ochtendspits op de snelweg A4. Graag tot zo en maak er een mooie dag van.